beste lijsttrekker, beste vrienden en vriendinnen, dames en heren, ik kom net van Overpelt, Neerpelt, waar we de nieuwe CD&V Pelt officieel boven de doopvond hebben gehouden. Uw meter Ant Christiaans die was daar, die zou ook nog komen, ik weet niet of dat intussen hier is. Want ik vermoed dat elke goede meter, die brengt broodjes mee voor de medekinderen. Dus daar kun je zelfs ook aan vragen. Maar laat mij beginnen met jullie allemaal een goed en fantastisch, een gezond en een gelukkig 2018 toe te wensen. Ik was gisteren in Baal en als ik daar binnenkwam, hing het aan de muren vol met de slogan Wij Baal. En ik dacht, oei, dat valt hier niet tegen. Maar bij de toespraak van de voorzitter en van de burgemeester lag de klemtoon toch op Wij Baal. Dat gaf al direct een hele andere inslag. Maar waarom vertel ik dat? Omdat wij natuurlijk allemaal misschien wel eens balen. Dat mensen hier nog tegen mij nog niet te veel ruzie maken dit jaar, in 2018. Het is een goed voornemen om dat te doen. Maar wij balen af en toe wel eens. Wij balen wanneer dat we zien, en jullie balen, wij samen balen. Wanneer dat we zien dat niet alleen in de politiek, maar ook onder mensen op sociale media, de polarisering, het uitschelden, het tegenover elkaar plaatsen van mensen, omdat dat niet iets is wat bij ons past. Hoe dat wij kijken naar de politiek, hoe dat wij aan politiek doen, hoe dat wij kijken naar de samenleving, hoe dat wij kijken naar de gemeenschap. Wij zoeken naar oplossingen in plaats van zondebokken. Wij zoeken naar verbondenheid in plaats van verdeeldheid. Wij zoeken naar draagvlak voor beslissingen. Op daadkracht en toch ook moeilijke beslissingen. En ook hier in Diepenbeek zijn er moeilijke beslissingen genomen moeten worden, maar ze zijn wel genomen omdat ze de toekomst voorbereiden op heel veel vakken van de mensen. En dus, dat wij verhaal, dat is een cruciaal verhaal. In de politiek en ook hier in Diepenbeek wordt er samengewerkt met vele andere partijen en, als we eerlijk zijn, heel veel beslissingen die dat er worden genomen in steden en gemeenten verschillen niet zo heel veel van elkaar. Ik las in de krant het weekend een artikel waarin dat men Gent en Antwerpen vergelijkt. Een linksbestuurde stad en een rechtsbestuurde stad. En de conclusie was, oh, op heel veel van die terreinen zitten daar toch niet zo heel veel verschillen. Maar er is toch wel één manier waarom dat we verschillen. En dat is dat voor ons lokale politiek doet, niet alleen een zaak is van investeringen, van een begroting op orde houden. Zorg je dat de wegen proper zijn, want de weg proper maken, dat kun je niet links of dat kun je niet rechts. Hè. Ik bedoel, hij is proper of hij is niet proper. Maar kijken naar een gemeente, niet alleen naar een gemeente, maar ook het beschouwen als een gemeenschap, dat is wel een ander. Inwoners die alleen als inwoners beschouwen, maar ze ook als burgers zien, dat is een andere instelling. Zorgen dat de mensen die alleen een huis hebben in hun gemeente, maar dat dat huis ook hun thuis is, dat is wel een andere instelling. Zorgen dat nestwarmte en zekerheid, ook al zijn je niet geboren in Diepenbeek, maar je voelt je hier wel thuis, dat is wel een andere instelling. En dat is, beste mensen, ons christendemocratisch wijverhaal. Onze hashtag, ik ben mij, die drukt dat eigenlijk op een fantastische manier uit. En als lokale mensen zich geëngageerd voelen om met de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen, voor of achter de schermen, of zelfs niet alleen met de gemeenteraadsverkiezingen, maar om zich in te zetten voor de gemeente en de gemeenschap, dan is het omdat ze zelf uit zichzelf aanvoelen, omdat wij het onszelf aanvoelen, dat door ons in te zetten, dat we daar eigenlijk ongelooflijk veel van terugkrijgen. Mijn grootmoeder vroeger, als ze nog leefde, die zei tegen mij, gelukkig, dat worden niet door te geven, door te krijgen, sorry. Gelukkig worden niet door te krijgen, gelukkig, dat wordt je door te geven. En daar zit eigenlijk een hele grote waarheid.
In de nationale politiek daar kijken we naartoe dikwijls met te krijgen. Meer loon, deze maand net ook meer loon. Hogere pensioenen, een uitkering, meer uitkering krijgen. Maar in de lokale politiek, daar gaat het heel vaak om te kunnen geven. Bijkomende dienstverlening, kinderen, ouderenzorg. Maar vooral te kunnen geven op het vlak van betrokkenheid, sociale verbondenheid, het versterken van buurten. Zorgen dat uw huis inderdaad een thuis wordt. In de lokale politiek gaat het veel meer om te kunnen geven dan te kunnen krijgen. En daarom dat die lokale politiek voor veel mensen ook zo inspirerend werkt. En daarom hoop ik ook dat de CD&V hier met onze kopman en met de hele ploeg die daar zal achter staan, dat verhaal in 2018 ook zal vertellen. Op een sterke manier. En daarom, als ik begonnen ben met te zeggen, ik wens u een gelukkig 2018, dan bedoel ik dat. Een 2018 waar we met z'n allen meer kunnen geven dan dat we moeten kunnen krijgen. Een 2018 waarbij dat we door te geven zelf indirect ook veel terugkrijgen. Ik wens u allemaal een geweldig, een gezond en een gelukkig nieuwjaar. Veel succes.